door een goede planning te maken en me daar ook aan te houden. Hele lange dagen en hele korte nachten. Meestal. Nee, ik heb 2 kleine kinderen dus ja, hele lange dagen en hele korte nachten. Door vooral te communiceren met de mensen om je heen. Dus ook met je werk, maar ook je partner, familie. Wat je gaat doen. Zodat je ook wat meer begrip creëert voor als je een keer niet kan of dat je iets moet verschuiven. Ja, dat is voor mij wel heel helpend geweest. Nou, het is wel pittig, maar het is, ik vind het wel goed te doen. Goed afstemmen met de thuissituatie en met werk. En het blijft moeilijk. Ik plan heel veel studeren activiteiten als mijn kinderen op school zitten. Dat is het voordeel van onregelmatig werk. Dus dat je door de week. En dan probeer ik de weekenden echt voor hun te hebben. Dus dan ook uitjes te doen en dat soort dingen.